kennen toen je samen met Chef Vergozen naar PSV kwam. Tussentijds in een seizoen waar we uiteindelijk kampioen werden. En heb ik je leren kennen als een zeer bescheiden mens. En een enorm goede vakman die het spelers geweldig uit kon leggen over de tactiek. Heel diep erop ingaan. We hebben samen wel wat minuutjes voor het bord doorgebracht om het tactisch door te nemen. Waar we alle twee geweldige lol aan hadden en om het nog verder uit te diepen. En jij wist het geweldig om te zetten in trainingsvormen op het veld. Dat jaar zijn we kampioen geworden. En het mooie daarvan is dat je altijd bij Chef toch wel op de achtergrond hebt gewerkt. En nu weer als hoofdtrainer alweer een tijdje bezig bent in Canada gezeten. Na wat omzwervingen weer terug in Nederland. En dat je eigenlijk veel te bescheiden bent. En als mens, fantastisch mens die altijd een luisterend oor heeft. Maar zo bescheiden. Terwijl je misschien zelf onderschat wat een enorme goede vakman je bent. Met vriendelijke groeten van Jan.